In een lichte lentelucht staat een dorpsjochie klaar. Zijn avontuur begint vandaag. Hij is net 14 jaar. Ik denk dat dat de eerste keer echt in de mond genomen is net voor de sabbatical. Dus dan heb je het over 2009, een jaar of twee geleden. Dat de eerste keer heel voorzichtig zo van, ja, dan moeten we misschien maar moeten we stoppen. Maar daar waren we gewoon niet aan toe in ons hoofd. Door een zonnig zolderraam slaat een puber op een trom. Dat drumstel is... Het probleem van Heideroosjes en ook het hele mooie van Heideroosjes is dat we, als we iets doen, dan doen we het helemaal. Dan doen we het 24 uur per dag, 7 dagen in de week, gewoon altijd. En dat put uit. En we hebben het jaar sabbatical gebruikt om te zoeken om Heideroosjes te doen op een manier waarop dat we er super trots op konden blijven zijn. Maar waardoor het niet, zeg maar, ons complete leven ging beheersen. En die vorm hebben we niet gevonden. Het was gewoon alles of niks. En uiteindelijk werd het dan maar niks. Hoe moeilijk en hoe heftig dat het ook is. Stad en land. We zijn de plaat gaan maken op het moment dat we al wisten dat we gingen stoppen. Dus dat is wel het thema van de plaat ook. En ik zei tegen die jongens, de teksten die ik de afgelopen tijd heb gemaakt zijn allemaal heel persoonlijk. Ik weet niet of de Heideroosjes supporter daar, dat, of die dat trekt. Maar nu was het van, ja, maar dit is toch die plaat die wij eigenlijk ook voor onszelf maken. Want ik denk niet dat er één persoon extra naar die afscheidsshows komt, omdat wij nu nog een plaat maken. Dat geloof ik niet. Leven ze dromen en denken ze hoog. Tegen de stroming, keihard rechtdoor. Tot het bittere einde, vechten ze door. Ik heb ook vaak bands gezien, mijn helden van vroeger of zo, die ik dan zie met nog twee of één origineel bandlid in een achterafzaaltje, zonder overtuiging, voor 3 man iets staan te doen. Dat ik denk, oh, wat erg, wat verdrietig voor jou en wat ja, is pijnlijk, wat om te pijnlijk zien, van mij, van mijn avond en van mijn geld en van mijn herinnering aan jouw band. En we hebben altijd tegen elkaar gezegd, we hopen dat ons dat niet gaat overkomen. Dat we de kracht vinden om de stekker eruit te trekken op het moment dat je nog in de Eredivisie mag meedoen. Ja, zo kwamen ze thuis. Nu zijn ze thuis. Nu zijn ze thuis. Nou, ik denk, we zorgen wel dat de avond om ons blijft draaien. Kijk, ja. Dat je niet... weet ik voor wat, zo'n grote gast uitnodigt dat, weet je, dat RTL Boulevard voor de deur staat omdat jij Billy Joe van Green Day op de plank hebt en dat jij dan als band je laatste dag hebt, dat is dan een beetje bijzaak, weet je, dat gaan we niet doen. Omdat het nooit meer mooier wordt dan het ooit was.